je hoeft eigenlijk geen introductie. Nou, dank je. We kennen je. Maar wat we je wel willen vragen, zijn eigenlijk twee vragen. En de eerste is, wat is je wens voor Amsterdam in de toekomst? En de tweede is, wat betekent vrijheid voor jou hier in Amsterdam? En die antwoorden die mag jij geven aan Stelzin. Ik wens jullie echt een heel fijn gesprek. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Goed. Dankjewel. Dat zijn twee hele pittige vragen. Ik ben wel benieuwd. Vrijheid. Voor jou. Vrijheid voor mij. Nou, ik kom oorspronkelijk uit Schoonhoven. Dus ik kom niet uit Amsterdam. Mm-hmm. En dat is het is een stadje, een dorpje, maar wij hebben stadsrechten. Dat is belangrijk om te zeggen, onze Schoonhovenaren. Dat ligt een beetje bij Utrecht, Zuid-Holland. Mm-hmm. Ik ben daar opgegroeid, hele fijne jeugd gehad. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik in Amsterdam kwam, dat er bij mij zo'n knopje aanging. Omdat ik me zo vrij voelde. En waarschijnlijk had dat ook te maken met mijn geaardheid. Mm-hmm. Dat ik me helemaal op mijn plek kon voelen. Maar ook de bepaalde energie die hier in de stad hangt. Waardoor je het gevoel hebt dat je alles. Dat je iedereen kan zijn die je wilt zijn. En dat je beoordeeld wordt op je karakter en op wat je doet. Mm-hmm. En niet op wie je eruit ziet of wat je geaardheid is of wat je geloofsovertuiging is. Gewoon puur. Want, onderbreek je ook even. Want wist jij toen al wat jouw geaardheid was? Of was je was er helemaal nog niet wel of niet mee bezig? Nou, waarschijnlijk onbewust was ik er wel mee bezig, maar het had nog niet zo'n plek zoals dat nu heeft. Ja. Ik was gewoon wel heel erg zoekende. Ja. Maar het leek wel of toen de eerste keer dat ik hier kwam, en toen dacht ik denk 12, 13, mm-hmm. toen werd dat gevoel wel aangewakkerd. En het werd wel een soort van. Ik voelde me wel ongelooflijk op mijn gemak in deze stad. The city of God. The city of God. Ja. En ik denk dat die vrijheid, dus dat je echt het gevoel hebt dat je kan zijn wie je wilt zijn, zonder dat je nagekeken wordt op straat of op wat voor manier dan ook wordt beoordeeld, dat vrijheid betekent. Maar ervaar je datgene wat je toen ervaarde, ervaar je dat nu nog steeds? Ik heb het idee dat, ondanks dat we in zo'n mooie stad leven en ondanks dat we echt onze vrijheden hebben, dat de gay community het hier ook wel moeilijk hebben. En dat hoor je dan wel, mensen zijn in elkaar geslagen. Hoe ervaar je dat nu dan, als je het met toen en nu vergelijkt? Nou, ik was vrij jong toen ik hier kwam wonen. Ik was 18 ongeveer. Uh-huh. Dat was net na het winnen van Idols. En toen ben ik heel erg gaan werken. Meteen al een druk leven had ik. Gaan werken. Hier gaan wonen. En ik moet eerlijk zeggen, als je jong bent, dan ben je natuurlijk maar met één ding bezig. En dat is gewoon genieten van het leven. Ja. Uitgaan. En het optimaal genieten van alles wat de stad te bieden heeft, vooral in de nacht. Ja. En als je ouder wordt, dan ga je toch wat meer nadenken over wat zijn dan die beperkingen, hè, als het gaat om vrijheid. En in mijn geval over mijn geaardheid, word ik nagekeken op straat of heb ik er wel eens last van. Ik heb er persoonlijk nooit last van gehad, maar het gebeurt. Dat is helemaal waar. Dus als we het nu hebben over de definitie van vrijheid, volgens mij zijn we er nog lang niet. Nee, absoluut. Maar al wel meer als je het vergelijkt met bepaalde dorpjes of als je meer het Nederland ingaat. Kijk, ik vind toch dat je de Randstad en ook Amsterdam moet je niet heel erg vergelijken met wat er in Nederland gebeurt. Dus het is toch ook een soort van eiland. Ja. Heb je ook niet dat gevoel? Ik heb dat idee, absoluut. Het is een gek ding wat ik zeg. Ik heb soms het idee, als ik in een hele andere stad ben, dat ik ook niet in Nederland ben. Omdat dit Nederland voor mij vertegenwoordigt. Ja, juist, ja. Het ideaalbeeld misschien. En het is misschien heel erg, zo van Amsterdam is Nederland. Maar voor mijn gevoel wel, want ik weet ook niet beter. Dus een beetje een stukje ook onwetendheid. Mijn hele familie woonde hier, mijn vrienden woonden hier. Ik ben hier geboren. Ik was altijd in Amsterdam. En ik heb dan verteld met mijn andere date ook dat ik een tijdje wel in het buitenland heb gewoond. Maar heb je toen gewoond? In Istanbul heb ik toen gewoond. Maar het is wel Amsterdam was het. En als ik dan buiten Nederland ging, buiten Amsterdam, zo zie je maar weer, dan was het toch even van,
Weet je, dan had ik ook het idee dat ik een beetje op mezelf moest letten. Maar dat is hetzelfde ook met Istanbul, toch? Want Istanbul is toch eigenlijk ook niet echt Turkije? Als je dat, het is toch een hele internationale stad? Istanbul is ook, staat ook helemaal op zichzelf. Ja. Absoluut. En Istanbul is Oost en West. Ja, je hebt natuurlijk aan twee kanten van de Bosporus. Ja. Dat is gewoon, er wonen ook volgens mij net zoveel mensen als dat er in heel Nederland wonen. Dus Istanbul is dan weer een heel ander verhaal dan dat betreft. Maar ik heb het idee ook als ik buiten Amsterdam ben, dat ik me ook een beetje moet gedragen of zoiets. En in Amsterdam heb ik dat idee dan weer niet. Want Amsterdammers zijn de echte Jordanezen. Ze zijn bijvoorbeeld brutaal, heel erg recht door zee. Mm-hmm. Weet je wel, een beetje asociaal mag ik misschien niet zeggen, maar dat zijn ze wel, maar gewoon op een positieve manier. Yeah. En ja, dat vind ik heel fijn. Weet je wel, dat sprak mij vanaf mijn jeugd. Maar kijk, ik kom uit een Turks gezin. En daar mag je niet bij de hand zijn. Respect is heel belangrijk. En niet te veel recht door zee zijn en dat soort dingen. Kunnen mensen van schrikken. Yeah. Dus als ik dan in contact kwam met echte Amsterdammers, was voor mij een hele wereld zo van, wauw. Weet je wel, wat fijn, wat leuk. Maar dat heeft je dus ook wel in een positieve zin gevormd. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Het is voor mij wel de Amsterdammer, weet je wel, wat wij als de Amsterdammer kennen, is voor mij wel een soort van een motivator ook geweest van zeg wat je wilt zeggen, doe wat je wilt doen. Boeien de rest. Ja. Terwijl ik juist uit een hele andere community kom waarbij het heel erg beperkend is. Juist, ja. Dus een hele onbeleefde vraag, want ik hoor natuurlijk vragen aan een vrouw, maar hoe oud ben je? 34. 34, ja. Oké. En jij woont dus al heel je leven lang in Amsterdam, hè? Ja. Ja, ik ben dan met een korte break van 2,5 jaar ongeveer ben ik weg geweest. En toen heb ik in Istanbul gewoond. Ja. En ik heb daar een MBA gedaan. Ik was heel erg ook achteraf gezien, heel erg ook op zoek van, joh, wat wil ik, wat ben ik, dat soort dingen. En uiteindelijk ben ik toch naar mijn geliefde Amsterdam teruggekomen. En, maar je hebt het net over de echte Amsterdammer, hè, en de Jordanezen. Eigenlijk. Maar ook de Noorderling, hoor, by the way. Ja, oké. Okay. Ja, de Noorderlingen zijn ook echt. Maar ze ook Amsterdam. Ja, echt Amsterdam. Ja. We zijn niet even Jordanezen, maar ja. Maar is het zo dat je wel merkt, hoor, dat natuurlijk heel langzaam Amsterdam een wereldstad aan het worden is? Ja, maar ik sta er positief in. Ja, helemaal niet zeggen dat het negatief is, maar dat je daardoor wel soms ook de echte karakter, dus de echte Amsterdammer verliest, omdat natuurlijk, ja, het is bijna een investeringsstad geworden, toch? Ja, als je kijkt dat naar denk ik de wel. Prijzen van huizen. Ja, maar dat zie je bijvoorbeeld hier in Noord al. Heel veel mensen die in de bijstand zitten. Of kijk, als je zo hier de langs de waterkant zo verder gaat, dan kom je dus bij de IJplein. Dat gebied kom je. Ja, daar zijn eigenlijk gewoon sociale huurwoningen. En er wonen heel veel mensen die het moeilijk in het leven hebben. Gewoon met een klein beetje geld proberen rond te komen en het beste van proberen te maken. Nou wilt Amsterdam gemeente of Noord of hoe dan ook, die willen daar van koopwoningen maken, die willen het plat gooien. En dat vind ik dan wel weer jammer. Daar kan ik wel. Ja, jij woont nu in Noord? Ik ben, zolang ik mezelf ken, ben ik al een Noorderling. En de liefde was er toen al, maar ik heb nu denk ik nog veel meer liefde dan voorheen voor Noord. Ja. Ik woon dus bij Frederiksplein. Okay. En ik merk ook wel dat bijvoorbeeld daar. Beginnen dus de echte Amsterdammers wel langzaam te verdwijnen. Er zijn dan echt, dan kan je nog maar op een hand tellen natuurlijk. En misschien heb ik niet echt recht te spreken, want ik ben niet hier geboren en getogen. Maar ik woon hier inmiddels al wel 15 jaar. Dat vind ik dan toch wel jammer. Wat jij ook zegt inderdaad over die sociale huurwoningen die natuurlijk langzaam hadden worden opgekocht. Ja. Dat maakt nou, weet je, dat al die verschillende lagen, dat maakt Amsterdam Amsterdam. Ja. En dat maakt een stad. Ja. Natuurlijk Amsterdam staat denk ik inderdaad voor multicultureel. Is een van de mooiste kenmerken van Amsterdam. En als je dan bijvoorbeeld één wijk hebt met allemaal, het zijn toch voornamelijk ook blanke mensen. Die dan daar gaan wonen omdat de huizen voor hun wel te betalen zijn. Maar heel veel van de andere mensen vallen weg. Ja, dan denk ik wel dat je als Amsterdam als stad wel iets verkeerd doet. Dat denk ik wel. En dat gebeurt ook wel overal in Amsterdam een beetje. Maar staat dat ook niet gelijk aan een internationale stad willen zijn? Dus dat die groei. Ja,
het is een dilemma, hè. Welke kant wil je uit? Kijk, je moet het ene willen behouden, maar je moet ook de andere kant uit willen gaan. Mm-hmm. Je moet niet willen blijven stilstaan. Alleen ja, hoe waarborg je dat? Dat is dan de grootste vraag die er is. Ja, en ik vind het zeker jammer als oude Amsterdammers verdwijnen of heel veel mensen die in de bijstand zitten ergens anders moeten gaan wonen. En ik vind dat Amsterdam als stad daar ook een verantwoordelijkheid, maar jij ook en ik ook denk ik. Dat is absoluut waar. Jij hebt een onderneming, hè? In Noord. En bij mij komt er voornamelijk, ik ben zelf dus Turks, en bij mij komt er voornamelijk veel Nederlandse mensen komen bij mij binnen. En ik kan er heel goed mee vinden, maar ik vind het af en toe wel jammer dat ik toch niet genoeg Turkse mensen binnenkrijg of Marokkaanse mensen binnenkrijg. En hoe komt dat, denk je? Ja, er is toch een bepaalde kloof, denk ik. Ik weet niet wat het is. Wat is die kloof dan? Ja, ik weet niet of het afschrikt of is het een kwestie van een identiteitsgevoel, weet je. Kijk, herken ik mezelf in de zaak, is dat het? Ik krijg ze wel binnen, maar ik zou er meer 50-50 van maken. En nu is het misschien 25-75, dat wel. Maar wat zou dan hun afschrikken? Ja, ik weet het dus niet, want ik was dus 2 weken geleden was ik op plein 4045. En dan zat ik bij de Turkse patisserie, heb ik baklava gegeten. En dan zitten dan alleen maar weer Turkse mensen en Marokkaanse mensen. En dan weer geen Nederlandse mensen. Ja, je mist die mix. Ja, en dan weer geen Nederlandse mensen. Kijk, ik doe in Amsterdam wel eens midnight sessions, weet je wel. Dan ga ik gewoon lopen op een laat tijdstip, een beetje verlaten tijdstip, met een vriendin of een vriend. Familie en dan gaan we gewoon lopen in de stad en dan gaan we gewoon goede gesprekken voeren. Daar word ik heel erg blij van, helder van in mijn hoofd. En een paar weken geleden heb ik dat dus gedaan en dan was ik bij de Jan Evertse straat of bij mijn kaartplein heb ik gegeten. En toen liepen wij dus zo met een vriendin terug. En dan ben je toch bewust bezig ook wel, aan de andere kant. En dan kijk je dus naar heel veel restaurantjes, cafeetjes en dan zie je toch een bepaald publiek daar zitten. En waarvan je denkt van, wat is nou hetgeen waardoor er niet ook een ander soort publiek daar kan zitten of wilt zitten. Wilt zitten is misschien de betere ding, want kan sowieso. Niemand houdt ze bij de voordeur tegen, denk ik. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet zo goed wat dat is. Is dat dan ook weer een beperking van vrijheid misschien? Ik denk dat er een stukje angst is ook naar elkaar. Wat denk jij? Ik vind dat ik vind het ongelooflijk moeilijk om... ik weet niet wat dat is. Want wat jij ook nu zegt... kijk... Ik zou niet weten wat... Ik zou daar echt geen antwoord op hebben. Waarom die mix niet plaatsvindt. Niet zo snel. En weet je, en op zich is dat niet heel dramatisch of niet erg. Maar ik denk wel, met het oog op de toekomst, waardoor je ook heel veel negatieve geluiden hebt. Dan denk ik af en toe van... Het is nu nog wel mogelijk om gewoon daar misschien nog wat aan te doen, maar hoe doe je dat, weet je wel? Ja, de toekomst. Want ik moest natuurlijk nog antwoord geven op de tweede vraag, want wat is mijn wens voor de toekomst van Amsterdam? Daar hebben we het dan net eigenlijk een beetje over gehad. Maar ik hoop echt dat het wel een plek blijft ook voor creatieve mensen om te kunnen groeien en te inspireren. Althans, voor mij is dat wel heel erg zo. Hallo. Hoi. Ik vermoed dat... Deze inmiddels wel een beetje toe ik denk zijn. Dat die donuts echt gewoon niet meer te eten zijn. Nee, die smelten zo meteen. Ze zien er heel gezellig uit. Wordt steeds minder eten hier. Nee, helemaal niet. Ik maak alleen ruimte. Oké. Ik hoop echt dat de stad creatief blijft. Dat vind ik heel belangrijk. Ik zit natuurlijk in de creatieve sector. Dat je geïnspireerd kan blijven worden. Dat het ook vooral betaalbaar blijft. Want dat vind ik echt heel belangrijk. Daardoor kan je dus... De stad moet voor iedereen kunnen zijn en dat heeft dan toch vaak ook met financiën te maken. Ik bedoel, als iets te duur wordt, dan sluit je al zoveel mensen uit. En iedereen moet kunnen genieten van deze plek. Dat is net wat handzamer. Oh, lekker noten. Dankjewel. Hier tussen zitten servetjes, hopelijk wijzen zo niet. Oké. Okay. Yes? Gaat het? Moet je water hebben? Zo gaan we, een water. Goed zo. Of je slikt helemaal in je ogen. Gaat het? Klinkt niet goed. Nee, dat klinkt niet goed. Wat was er iets in de... Word je zo geëmotioneerd van mijn wens? Ja.
Wat heb ik nog meer te wensen voor deze stad? Nee, maar ik vind dat wel mooi wat je zegt, dat het betaalbaar blijft. Ja, in alle opzichten. Sorry hoor. Nee, dat maakt niet uit. Ah, nee, nou, hebben we al dat je daar kan wel snel tevoorschijn. Dank je. Dank je. Zo. Oké. Okay, ja. Maar ja, je bent het wel met me eens. Ja, dus, absoluut. Absoluut. Ja, zeker. Want ja, wat heb je aan een stad als het onbetaalbaar is? Dan moet jij er weg, ik moet er weg waarschijnlijk. Ik verdien maar een ondernemer, ik kan niks betalen. Nee, maar je ziet het bijvoorbeeld, als wij moeten concurreren met steden als een Parijs of een Berlijn of een Londen, dan zou je nog wel heel wat goede plaats gaan vinden. Ik weet niet of je op de camera kan zien, maar dit hele huis naar het hotel. Moet je kijken hoeveel woningen daar even bij wordt gestand. Dat wordt trouwens volgens mij wel heel mooi. Het wordt wel heel mooi, maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook niet te betalen is. Nee, is ook niet meer. Wat grappig is, ik ben op dit moment op zoek naar een koopwoning. Ja, succes. Nou ja, inderdaad. Ik heb dus laat op een huis zoveel meer geboden, dan nog ben ik het niet geworden. Dus weet je, dan wordt het wel heel erg, komt het dichtbij, dat niet betaalbare. Dat ik denk van, damn. Ja, hoeveel moet je dan niet verdienen om hier te kunnen doen? Dat is wel een van de, maar ook waar we het net over hadden, weet je wel, over de diversiteit. En waarom krijg je niet bepaalde mensen bij elkaar? Als jij dus hele dikke woningen ergens neerzet wat onbetaalbaar is, ja, dan houd je dat in stand, denk ik ook, weet je wel. Dan kan je heel erg veel gaan praten over, ja, we moeten divers zijn, we moeten de kloven overbruggen, we moeten bruggen slaan. Maar ik denk dat het ook begint bij je buren, bij je wijk, in je straat. Ja. Ik denk als jouw straat alleen maar hetzelfde is van jouzelf of afspiegelt, ja, waarom praten we er oud over dan, weet je wel? Bruggen slaan naar elkaar, weet je wel? Ik denk echt in je straat. Dat is wel wat ik denk. Ja, dat is ook waar. Kijk, wat ik ook wel fijn vind, dus ook aan deze stad, is dat je vrij anoniem kan leven. En dus het is een beetje haaks op wat jij natuurlijk nu zegt. Ik heb eigenlijk heel weinig contact met mijn buren. Dat is helemaal geen onderdeel, maar dat is gewoon dat we een heel druk bestaan hebben. Ja. En misschien zou dat ook voor jou meer moeten zijn. Ik heb geen idee of dat ook per buurt weer anders is hoor. Ik bedoel, waar ik woon is dat gewoon veel minder. Maar jij woont wel heel erg. Mag ik even vragen waar je woont? Ja, ook bij Frederiksplein. Oh ja, sorry. Dus dat is. Daar is het gewoon gebeurd wat minder. Maar ik denk dat je daar wat meer van in het centrum. Dus in het leven toch, als je het vergelijkt met de Noord, is het wat sneller, denk ik. Ja, zeker ja. Het is heel vluchtig. Ja, ik woon bijvoorbeeld, er wonen allemaal mensen om me heen die werken voor Bookings.com. Dus die komen ook nog niet eens uit Nederland. Ja, nee, dan heb je het ook wel weer over een hele andere gedeelte van Amsterdam dan waar ik het dan over heb. Noord is toch dan wat dat betreft toch nog volkse of wijkse. Ja, dus eigenlijk goed. Ja. Dus er is heel veel buurtcontrole, wijkcontrole. Nou ja, ik weet het niet zozeer, maar jij. Dus maar ook net wat je prio's. Jij zegt net, ik vind het fijn, anonimiteit. Ja, ik vind het dus heel fijn. Ja, zeker. Wat vind jij er precies fijn, hè? Is het ook misschien omdat iets uit het verleden, weet je wel? Kijk, dan ga ik heel even terug naar je geaardheid. Want daar was ik eigenlijk wat meer vragen over stellen. Tuurlijk. Het moment dat je zei van, hé jongens, ik ben tegen heel Nederland, tegen je familie. Heb je daarin ook wel eens reacties gehad waarbij je je beperkt voelde? Of waar je het op? Hoe was dat proces? Ja, ik kom uit een heel warm gezin, een hele fijne familie. En ik heb, zij zijn altijd heel ruimdenkend en vrij van geest. Dus dat was nergens een probleem. Want het is geen probleem. Het is gewoon zoals het is. Ik moet zeggen dat ik echt tot nu toe in mijn leven nog niet heel erg last heb gehad van haters. Als het gaat om mijn geaardheid. Maar ik moet natuurlijk ook niet mijn ogen sluiten voor de realiteit, want ik weet dat het natuurlijk wel gebeurt. Ja, maar het is toch wel fijn als het jezelf niet doorgaat. Dus wat dat betreft, mijn ouders en mijn familie die zijn heel supportive geweest. Ja. Nee, dat maar.
vrijgezellenfeesten, die zijn ook altijd volop in Amsterdam. Ik ben trouwens wel blij dat die bierfietsen eindelijk weg zijn. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Cheers. Dat, daar drinken we op. Daar ben ik ook wel blij mee. Ja, daar ben ik wel blij mee. Nee, dus daar heb ik nooit problemen. Dat is wel fijn, denk ik, want... Want kom jij uit, je komt uit een Turks gezin, ben jij heel conservatief opgevoed? Nee, eigenlijk niet. Veel vrij. Ja, vrij, kijk, vrij is denk ik een te groot woord om het te omvatten. Ik ben wel progressief opgevoed, mm-hmm. Mijn ouders waren niet heel religieus, er werd wat gedronken thuis. Mijn moeder, qua religie zijn wij ook niet heel erg... Dus, ik denk in onze community, nee, dus je hoeft niet binnen dat kader... Nee, in onze community is religie, als dat op de voorgrond is, beperkt dat heel erg. Maar wij waren wel, mijn ouders waren wel sterk nationalistisch. Weet je wel? Wij kregen wel met de paplepel zo ingegoten van, wat een Turk. Eer is belangrijk, trots is belangrijk. Wat zullen de buren er wel niet van zeggen als jij zo laat thuis komt? Ik mocht de stad bijvoorbeeld niet in. Omdat ze zelf ook natuurlijk, was een stukje onwetendheid, maar ik ging gewoon. Dus dat zijn wel de vrijheden die je moest pakken. En het creëerde soms wel discussies, soms wel, ja, toch doe wat wrijving. Maar ik vind dat wel interessant, want je ouders die zeggen, je bent Turks, dat ben je natuurlijk ook, maar je bent natuurlijk ook Nederlander. Hoe denken zij daar dan over? Thuis is dat niet zo'n on topic. Het is ook niet een probleem. Het is ook niet een probleem. Je bent gewoon zoals je bent. Maar ik heb wel eens vanuit de Turkse community, niet van mijn ouders, ook niet van mijn familie, heb ik wel eens gehoord van, ja, jij bent te Nederlands. Te Nederlands. Ik weet ook niet wat dat inhoudt. Maar misschien is het omdat ik een wijntje drink. Misschien is het omdat ik ruimdenkend ben. Of misschien is het omdat ik... Verwesterd ben? Ja, te Nederlands. Ik weet ook niet wat ik zo goed daaronder moet verstaan, inderdaad. Dat heb ik wel eens gehoord vanuit de Turkse community of mensen. En dat vonden ze dan vervelend? Of? Dat is dan eigenlijk negatieve, ja, dat is kritiek eigenlijk. Maar is dat dan misschien ook het antwoord op de vraag waarom ze dan wegblijven van, waarom je die mix niet kan vinden in jouw onderneming? Ja, het is... Dat ze bang zijn dat het misschien te... Ja, het zijn de mensen van wie ik dit heb gehoord, zijn niet zozeer mensen die niet komen of wat dan ook. Het kan best zo zijn dat ik ook afschrik. Dat kan, dat denk ik, dat kan wel zo zijn, denk ik. Dat je te vrij bent. Ja, dat kan. Je moet te vrij zijn. Ja, dat is voor mij wel nog altijd een hele grote vraagteken. Maar het zou een rol kunnen spelen. Ik weet het niet. Ik denk er heel veel over na. Ik ben ook wel bezig met de Turkse community en de toekomst. Hè? Want je wilt het beter doen. Je wilt dingen beter nalaten. Je wilt... Jongeren die vervelend zijn, wat wil je meetrekken, is dat nu van normaal? Pak je rol, pak je verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn er ook issues in onze gemeenschap, weet je wel. Maar ja, weet je, je kan heel lang in het negatieve blijven steken, maar zo werkt het leven niet. Zo gaat het niet. Mijn moeder, ik kom uit een Indische familie, mijn vader is Nederlands. Mijn moederskant heb ik dan naar Indonesië. Dus ik heb wel twee culturen. Belanda. Ja, Belanda. Ja. Ik was in Bali. Belanda. Dus ik ben wel met twee culturen opgevoed. Nou, dat heb jij dus natuurlijk nog heftiger gehad, want ja, beide ouders zie ik in Turkije. Is dat dan. Ik vind het altijd best wel moeilijk om uit te leggen aan Nederlanders die gewoon Nederlands zijn opgevoed, dat toch ook wel iets met je doet als je, toch? Ik ben op een dag heb ik een burn-out gehad, et cetera. Toen ben ik op een gegeven moment bij een psycholoog terechtgekomen. Nou, mijn leven ziet er zo uit, mijn leven ziet er ook, ik moet veel voor mijn familie doen, ik heb een gehandicapt zus, ik heb veel last daarvan, weet je, op mijn schouder. En dan, weet je, af en toe mis je wel die begrip, of de begrip daarin. Dan moet je gewoon nee zeggen, zegt hij. Ja, maar zo werkt dat dus niet. Je kan niet zeggen nee. Je kan wel het woord nee gaan zeggen, maar er zitten zoveel strings attached. Weet je wel? Dat break free in dat gedeelte heeft zo lang geduurd.
heeft zoveel opofferingen geëist. Daarvan zijn waarschijnlijk ook heel veel mensen over mij ook misschien negatief gaan denken. Maar het kiezen voor jezelf, of, weet je wel, ja, dat mis ik af en toe wel. Weet je wel, dat wat je net vroeg, daarin is af en toe wel een soort van, come on guys, weet je. En waar, wat zouden ze dan moeten veranderen? Ik denk dat er heel veel meer in gesprek gaan met elkaar zijn. Ja. Ik weet niet in welke vorm en hoe, maar ik denk dat als je elkaar wilt begrijpen, en dat geldt niet alleen van Turks en Nederlands, maar ook van iemand die bijvoorbeeld een bepaalde mening over homoseksuelen heeft, of over transgenders, of wat dan ook. Ik denk om heel veel onwetendheid weg te nemen, moeten we gewoon heel vaak in gesprek met elkaar gaan. Ja. En in op welke manier, op welk platform dat aanbiedt of hoe, dat weet ik zelf niet precies. Ik probeer mijn steentje op mijn eigen vierkante meter bij te dragen, door bij MOC bijvoorbeeld een event te organiseren. Maar ja, weet je, en als iedereen, ik denk dat als iedereen daar een klein beetje aan bij kan dragen, dan ga je wel naar een, ja, heel cliché gezegd, een betere wereld. Maar daar begint het wel bij. Ja, het is communiceren, hè? Ja. Echt met elkaar praten. Zelf trap ik ook wel eens op dat ik te snel oordeel over mensen. Ja. Misschien zie ik dat ook wel gewoon in de mens, om heel snel te oordelen. Maar als je met iemand een gesprek aangaat, dan pas kan je echt natuurlijk oordelen. En daar komen we natuurlijk weer terug waar we mee begonnen. Is dat je altijd mensen moet beoordelen op hun karakter, nooit op hoe ze eruit zien. Geloofsovertuiging, dat is allemaal niet aan de orde. Ik ben het helemaal met je eens wat dat betreft. Ik denk dat het inderdaad in onze aard zit. Dat doe ik ook. Ik doe het ook nog elke dag. Ik oordeel mensen ook nog elke dag. Ik pak me daar zelf ook wel stiekem aan. Ik, oh ja, weet ja, je ja, maar dat is goed. In ieder geval dat je er wel bewust van bent. Dat moet misschien het niet doen. En wat er wel is, kijk, we worden ouder. Hoe oud ben jij, Jamal? Ik ben 31. 31. Nou ja, weet je, je komt nu wel, we denken dat we beide nu wel in soort van een, de lang leven, de lol is er vanaf, denk ik. Ik hoop het niet. Ja, het is, ja, maar. Nee, je wordt je wat bewuster, ja, denk ik. Ja, je wordt je wat bewuster. En het is ook fijn, bewustzijn, vind ik. Het geeft een stukje wijsheid. En vind je ook dat onze generatie een verantwoordelijkheid heeft voor deze stad? Dat wij moeten zorgen dat de stad blijft zoals die is? Of ik denk het wel. Dat we dit terugbrengen in originele staat? Ja, kijk, weet je wat het is? Heel veel mensen vluchten ook weg. Maar mensen zoals jij en ik, die bewust zijn en die ook bezig met de stad zijn en die ook van de stad houden en ook in de stad bewegen. Ik denk dat jij en ik zeker wel een soort van een verantwoordelijkheid daarin hebben. Ja. Vraag me niet hoe. Vraag me niet hoe. Nou ja, goed, jij organiseert al bijzondere gatherings. Dat is al heel goed. Maar ja, ik denk wel dat er altijd werk aan de winkel is. Dat denk ik wel. Wat jij net al zei, ergens begin in het gesprek van, we zijn er nog niet en we hebben nog heel veel nog tocht. Nee, klopt. Ik bedoel, het is de 5 mei, we vieren dan de bevrijding. Maar we bespreken natuurlijk ook het bredere thema vrijheid. En dan inderdaad denk ik dat we er nog lang niet zijn. Maar het is ook zo moeilijk om voor iedereen is vrijheid natuurlijk weer totaal anders. Weet je wel, voor mij heeft het weer te maken met dat ik creatief kan denken. Dat ik alles kan doen wat ik wil. En dat ik kan zeggen wat ik wil. Dat ik kan schrijven wat ik wil. Maar, voel je soms wel beperkt? Heb je dat? Ik voel me nooit beperkt. Nee, absoluut niet. Je wordt natuurlijk wel eens, je krijgt natuurlijk wel eens prikkels van buitenaf. Maar ik probeer me daar altijd heel erg voor af te sluiten. Maar vrijheid in een ander land heeft een hele vele heftige betekenis. Of meisjes die opgroeien in een heel conservatief gezin, heeft vrijheid ook weer een hele andere betekenis. Dat is natuurlijk zo. Het is zo moeilijk. Ik denk, dat zei ik ook net tegen mijn vorige date. Ik zei ook, het lijkt vanzelfsprekend, maar soms mogen we gewoon ons blessed voelen. Ja, dat denk ik wel.
En denk je dat ook vrijheid, dat het je eigen verantwoordelijkheid is? Dat je daar zelf voor kan kiezen? Of heeft het ook vaak te maken met... Kanye West heeft laatst gezegd, slavernij is een keuze. Ja, dat vond ik een Weet je, en als je in een bepaalde vorm als slavernij of oorlog of wat dan ook komt, dan heb je geen keuze. Het wordt je opgedrongen of het overkomt je. En vrijheid is in die vorm ook, denk ik, soms het wordt je afgepakt. En weet je, als we even teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog, heel veel vrijheden zijn afgepakt van heel veel Joodse mensen, heel veel andere mensen. Dus het is een hele asset, een hele waardevolle asset. Voor ons lijkt het nu vanzelfsprekend. Maar ik denk dat vrijheid eigenlijk een van de belangrijkste factoren, kenmerken, hoe je het wilt noemen, is van de persoon wie jij bent. Jij bent Jamai, maar jij bent Jamai omdat je vrij bent. Ja, dat is zeker wel. Ik kan zijn wie ik wil zijn. Ja. Dus, ik kan zeggen wat ik wil zeggen. Dan heb jij natuurlijk precies hetzelfde. En alleen ja, dan heb je het nog ook over je innerlijke vrijheden. Dat soort dingen zijn, dan denk ik wel ook een soort van, ook een, daarin heb je wel denk ik je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Weet je wel, daar moet je wel, je moet wel blijven, ja, het klinkt heel erg van, maar je moet wel blijven vechten voor je vrijheid. Jij bent op een dag ben je gekomen en heb je gezegd van jongens, ik ben Jamai en ik hou niet van vrouwen, maar ik hou van mannen. Ja. Weet je wel, ja, dat is een keuze die je maakt. Ja. Snap je? En daar toon je wilskracht voor. Ja. Nou ja, een keuze. Ik ben natuurlijk zo geboren, maar, nee, maar ik kies ervoor om zo vrij te zijn. Inderdaad, ja. Zeker. Ja. Dank je. Mooi sluiten. Ja. Cheers. Glas gewoon op. Helemaal goed, dank. Leuk je gesproken hebben. Ik kom heel snel. Dank je. Hey, tot ziens. Doeg.